weten allemaal dat er ontzettend veel geld te verdienen is met aandelen. Kijk maar naar de bekendste belegger ter wereld, Warren Buffett. Hij heeft een vermogen van bijna 73 miljard euro. Dat moet wel een hele slimme man zijn. Alhoewel, er waren wat studies naar buiten gekomen dat zelfs een aap het beter kan doen dan de gemiddelde markt. In dat onderzoek lieten ze 100 apen darts gooien en kochten ze de aandelen op basis van welke darts het aandeel raakt. Die 100 apen hadden het 1,7% beter gedaan dan de markt. Dus dat experiment wil ik ook wel eens doen. Random aandelen kopen. Ik heb een portfolio van ongeveer 500 euro en daar ga ik willekeurige aandelen van kopen. Kleine disclaimer, het is natuurlijk niet 100% willekeurig, want ik heb ze zelf moeten kiezen en in een kom moeten stoppen. Maar ik heb ze zo willekeurig mogelijk gekozen. Zo zit er een aandeel tussen van Sumitomo Mitsu Financial Group. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een aandeel van de Randstad. Ik koop 5 aandelen en kijk een maand later of ik inderdaad winst heb gedraaid. Want ja, hoeveel winst moet je nou draaien? Als je even gemiddeld kijkt, dan verdient een belegger tussen de 7 en 8% aan rendement. Dat is een soort van je winst. Dit is trouwens uiteraard per jaar. Als je iemand hebt met echt heel veel verstand ervan, dan zal het ongeveer rond de 15% liggen. Dus ik ben heel benieuwd wat mijn willekeurige aandelen gaan doen komende maand. Tijd om ze te kopen. Wij gaan hier het eerste aandeel kopen. Dus ik ga in mijn prachtige, mooie, kom kijken naar het eerste aandeel. En dat is Prosus. Prosus gaat het eerste aandeel worden. Ik moet even kijken wat het ook alweer was. Prosus is een technologiegigant met Nederlandse en Chinese elementen. 31% van hun belang zit bij het Chinese bedrijf Tencent. En dat is wel een hele grote gigant. Dus we gaan even kijken. Prosus, hoe duur is hij? Hoe zag het eruit? Hij is vandaag naar beneden gegaan. Dus misschien is dit een dip waar je hem kan kopen. Kijken naar de afgelopen 6 maanden. Nou ja, oh nee, trouwens, ik zie hier bijna verdubbeld. We gaan hem gewoon kopen, 88 euro. Ik kan dus nu 1 aandeel kopen van 88 euro. Als ik er 2 zou komen, zou ik op 170 plus uitkomen. Dus ik zal bij een ander aandeel zou ik iets meer dan 100 kopen om zo ongeveer op de 500 uit te komen. Laten we eens even gaan kopen. Zetten gewoon een dagorder. Nou, laten we een limiet doen van 8,25 euro net erboven. 1 stuk. Hupsakee. Kost 2 euro. Ja, die kosten die zitten er natuurlijk bij. Maakt niet echt uit. Oh, ik gebruik een komma. Zo, ik moet een punt gebruiken. En we kopen er 1. Alright, we hebben de order geplaatst. We hebben een procesaandeel. Tenminste, die gaan ze nu kopen. Wij gaan door naar volgende aandeel. Wat zit erin? ABB. Even kijken wie dat ook weer was. Een Zwitsers technologiebedrijf in robotica, energie en zware elektrische apparatuur. ABBN. Check it out. Ze verkopen het in de Zwitserse frank. Ik weet niet hoe dat werkt qua euro's omzetten en zo. Ik denk dat ik hier gewoon een order kan intypen. Wat is het? Ongeveer 25 euro? Ik denk het wel. Dus we gaan voor 27,02. Aantal 4 dan. Precies 100 euro. Let's go. Plaats de order. Ja, oeh. 4 euro transactiekosten. Daar gaat al een groot gedeelte van het rendement weg. Natuurlijk, als je op de lange termijn gaat investeren, wordt dat steeds kleiner, die kosten. Want 4 euro op 100 euro, ja, dat is gewoon 4%. Derde aandeel, dames en heren, is geworden. Oh, deze ken ik wel. AMD. Tadaa. AMD kan je onder andere kennen van de processoren die ze maken. Zitten in heel erg veel PC's. De andere grote competitor is natuurlijk Intel. Laten we eens eventjes kijken. AMD. Voor hoeveel ga jij? $91, jongen. Oh, ik was helemaal vergeten om te kijken hoe ze gingen. Ah, deze maand niet heel veel vooruit gegaan van het begin tot het einde. Kijk, groei, groei, groei. En vandaag min 4%. En min 4,12. Stappen we hierin in het dal? Of gaan we gewoon nog verder naar beneden? We gaan het zien. Nou, daar kopen we er 1 van. Anders gaan we echt over ons bedrag heen. Oh, ze gaat nu weer omhoog. Snel voor 60. Nee, niet 69. Doe er 1. 75 euro transactiekosten. Dat is een groot verschil. Order is geplaatst. Ik weet niet of ik er blij mee ben, maar dat zien we later wel. Vierde aandeel. Ja, als je een gamer bent, dan ken je dit bedrijf sowieso. Heeft onder andere Call of Duty gemaakt, maar ook World of Warcraft, Starcraft, noem het allemaal op. Ik denk dat heel veel gamers het wel kennen. Activision, kijk, dit vind ik leuk, want dit is dus ook gewoon iets, ik speel van hun een game. En dan is dat wel, ja, op zich een grappig gevoel. Ze zijn vandaag met 0,8% omhoog gegaan. En zijn ook bijna 100 euro. Ja, ik zeg wel bijna, maar ik denk dat dit op 70 euro uitkomt. Dus ik denk dat ik die laatste dan iets meer moet kopen. Afgelopen maanden, ja, ook wel omhoog. Je zou het ook wel verwachten tijdens de hele crisis. Ja, kijk nou joh, hier in april, toen corona begon, to the moon.
We gaan er een kopen. Misschien als ik straks nog iets wil kopen, ga ik gewoon weer voor die AMD. Want die was maar 50 cent transactiekosten. Zo, we gaan voor 94. Eén aantal. Hupsakee. Ook al 50 cent. Nou, top. Blijkbaar is dus gewoon in Zwitserland iets kopen een stuk duurder. Laatste aandeel. En daarna gaan we de flash forward doen naar een maand in de toekomst. Om te zien hoe de aandelen het hebben gedaan. Ben ik de nieuwe Warren Buffett, dames en heren? Ik weet eigenlijk niet of jullie het kunnen lezen. Maar daar staat Randstad. Ja, die kennen we natuurlijk wel, hè? Randstad. Hupsakee, pak hem erbij. Een Nederlands bedrijf. Hartstikke gezellig. En hij is 55 euro. Nou, weet je wat? Kopen er twee van Randstad. Ik weet niet of dat een goed plan is. Nou, uitzendbureau, zo! Oké, die is ook wel echt even vol. Flink naar beneden en is terug omhoog aan het krabbelen. Wij gaan mee met het omhoog krabbelen. Dus tijd om Randstad te kopen. En we kopen daar dus twee van limiet 55,69. 111 euro zit dus iets erboven. En nog 2 euro transactiekosten erbij. Zo, die is ook gekocht. Dat zijn de aandelen die we gekocht hebben. En wij gaan even één maandje vooruit. Het is vandaag 13 januari. We gaan op 13 februari of 14, whatever. Kijken hoeveel dit heeft opgeleverd. En of ik blij ben in de toekomst. Zou fijn zijn. We zijn een maand verder. Tijd om te kijken naar de resultaten. Ik moet wel erbij zeggen, het was een best pittige maand. Er zijn best wel wat dagen dat eigenlijk alles in het rood stond. En gelukkig is het daarna ook weer een beetje omhoog gegaan. Maar we gaan gewoon kijken naar het eerste aandeel. Dat was ABB. Ik weet niet meer wat het bedrijf was, om heel eerlijk te zijn. Ik had hem ingekocht voor 100 euro en 11 cent. Oh ja, trouwens, uiteraard er zitten wat transactiekosten bij. Als je op de lange termijn investeert, verdwijnen die zo goed als. Dus ik laat ze nu even buiten beschouwing, maar hou er rekening mee. Er zitten een aantal euro's. Transactiekosten bij. We starten op 100 euro 11 een maand geleden. Nu, wat is het resultaat nu? Zijn we omhoog gegaan? Zijn we omlaag gegaan? Min 1,41%. Yikes. Oké, dat betekent dat we dus, 1,41 euro... ook kwijt zijn geraakt. En dat brengt het totaalbedrag naar 98,7. Geen goede start. Maar we houden hoop. Tweede bedrijf, Activision Blizzard. Nou, die ken ik dan zelf wel, omdat het natuurlijk een gamebedrijf is. Dus ja, natuurlijk ken ik dat dan. Die hadden we ingekocht op 73,86. En die is omhoog gegaan. Ja, met 14,27%. In een maand. Dat is echt heel erg hoog. Oftewel, we hebben van die 73 euro, hebben 10,53 euro winst. En dat maakt het totaal 84,39 euro. En natuurlijk zeg ik winst. Het is pas winst als je het eruit haalt. Ik weet dat deze video heel erg gesimplificeerd is. Maar het gaat om het plezier, jongens. We staan in de plus. Volgende, AMD. Die hadden we ingekocht op 75,23 euro. En die is omlaag gegaan met 3,51%. En dat betekent dat we daar een verlies hebben gemaakt van 2,65 euro. En dat brengt het totaal naar 72,58. Alsnog staan we nu in totaal wel in de plus, gelukkig. Dan nu, Prosus. Nou, ik moet zeggen, je ziet dat ik al een beetje begin te glimlachen. Prosus zit namelijk ook in mijn echte portfolio. Dit is natuurlijk gewoon een speelportfolio en ik heb een eigen vermogensportfolio. En daar zat Prosus in en die heeft mij best blij gemaakt afgelopen maand. Dus ik weet dat die heel erg hoog is. Maar ja, hoe hoog? Dat is de vraag. We kochten het in voor 88,24 euro en hij is dus omhoog gegaan in één maand met 24,32%. Gisteren stond hij ook aan de top van de best verdiende op de AEX. Meest gestegen tenminste. Yo, Prosus, my baby. Ik bedoel, het is leuk hier met het speelgeld. Maar het is helemaal leuk als je natuurlijk echt wat erin had zitten. Dat betekent dat op de 88 euro die we erin hadden gegooid, we 21,46 euro winst hebben gemaakt. Dat brengt het totaal naar 109,7 euro. Dat is echt voor een maand, jongens. Ik bedoel, we hebben het natuurlijk in het begin over gehad. En we hebben natuurlijk nog een aandeel te gaan. Maar we hebben het over gehad dat een succesvol belegger in een jaar 15% doet. En gemiddeld 7 tot 8% doet in een jaar iemand die belegt. Dus tot nu toe zitten we daar echt heel erg lekker in. Maar ja, wat heeft Randstad gedaan? De laatste. Die hadden tevens ook het hoogste ingekocht op 111,36 euro. En die is gedaald. Ja, met 1,5%, oftewel 1,68 euro verlies. Maar
Dat maakt alsnog het hele plaatje ontzettend mooi voor één maand beleggen. Want als we kijken naar het totaal, dan hebben wij 448,8 euro ingelegd. Hebben wij 26,25 euro verdiend. En dat heeft ons totaal gebracht naar 475 euro en 5 cent. De vraag is natuurlijk, wat is het rendement wat we in één maand gehaald hebben met willekeurige aandelen? En dat is geworden 5,84% in één maand. Nou, dan kan je zeker zeggen dat we beter hebben gedaan dan de algemene markt, zelfs dan de gemiddelde belegger. Dus volgens mij is de volgende stap om gewoon 100 aapjes te kopen en multimiljonair te worden. Nee, alle gekheid op een stokkie. Dit is natuurlijk ook gewoon redelijk random. Ik raad je ook absoluut niet aan om willekeurige aandelen te gaan komen. Deze hele video is überhaupt geen financieel advies. Dat moet je altijd voor legale redenen zeggen. Ook al lijkt het me best obvious dat je niet random aandelen moet kopen. Maar wat het wel moest doen is natuurlijk jullie vermaken. Hopelijk is dat gelukt. Heb je nog een leuke challenge? Laat hem even achter in de comments. Vergeet niet te abonneren en gooi dat belletje aan. En zie ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot dan mensen. Ciao.